Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vooral boven het oosten van het land zien we nog vrij veel bewolking. In het midden komen wat lage wolken voor, waar de satelliet wat moeite mee heeft. En in het westen schijnt de zon als eerste, maar de zon breekt geleidelijk op steeds meer plaatsen door. En vanochtend is het ook vrijwel overal droog. In de loop van de dag ontstaan in het binnenland wat stapelwolken. Heel lokaal valt misschien een buitje, maar verder is er ook ruimte voor de zon met temperaturen tussen 21 en 23 graden. De wind waait zwak tot matig uit de eenlopende richtingen. De avond wordt de wind al noordoost en hebben we nog vrijwel overal droog weer met opklaringen, maar in de nacht gaat de bewolking langzaam verder toenemen. Dat gebeurt als eerste in het zuidoosten van het land. Morgen vrij veel bewolking, hier en daar wat zon, grootste kans op zon in het zuidwesten van het land. Er valt geregeld wat regen en de temperaturen liggen zo rond de 18 graden. Woensdag gaat de temperatuur nog een stapje terug. 17 of 18 graden maximaal. Met op veel plaatsen bewolkingen en perioden met regen. Maar later op de dag van het noorden uit wat opklaringen. Donderdag meer ruimte voor de zon, net als vrijdag. Er kan op beide dagen nog wel een bui vallen. En de temperatuur gaat voorzichtig weer omhoog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.